De werknemersorganisatie Openbare Werken, WOW, heeft het kortgeding tegen het ministerie gewonnen. De rechter heeft vonnis gewezen in de zaak waarbij werknemers thuis zijn gezet door het ministerie. Volgens Michael Salons, voorzitter van de WOW, is het probleem van het onterecht thuiszetten van de mensen nu opgelost. Sinds 2020 ergens is het probleem begonnen. Ja, toen deze regering is aangetreden. En daar is het begonnen. Toen is de minister gekomen. En ik heb constant gefight voor de mensen dat de mensen hun werk blijven behouden. Maar op een gegeven moment is er een deal toch thuis gezet. En ik kwam niet verder uit dan het juridisch aan te pakken. En zo hebben we dan een advocaat in de hand genomen. En vandaag is de dag waar het vonnis aan de mensen is uitgelegd. Hoe het uitgevoerd moet worden. Ik heb begrepen van de advocaat dat de deurwaarde het nog moet betekenen aan de minister. En dan gaan we verder. Dus ik hoop dat wanneer het betekend is aan de minister, dat voor mij is het opgelost. Ondanks het probleem is opgelost en de advocaat is geweest om het vonnis uit te leggen, zegt Salons, dat hij niet binnen de kortste keren om de tafel zal zitten met de minister omtrent deze zaak. De zaak die nog speelt is wanneer de deurwaarde volgens hoe de advocaat heeft uitgelegd, het vonnis betekend heeft, dan komen we weer aan de orde wat deze zaak aangaat met de minister. Aangenomen of in AO-basis, arbeidsovereenkomst, of tijdelijke dienst, of vaste dienst. Daar praat de personeelswet over. Maar als de mensen zijn aangenomen, overwegend mensen die hier waren, zijn aangenomen in 2019, 2020 in tijdelijke dienst. En de minister of het ministerie heeft aangegeven dat de mensen niet correct aangenomen zijn. Dus de mensen zijn toen thuisgezet. Salons blijft erbij dat de juiste procedure is gevolgd bij de groep die op de valreep in dienst genomen is. Anders zouden de mensen geen beschikking noch werkgeversverklaring hebben, benadrukt hij. De vakbondsman hoopt dat de minister hierover een goed gesprek houdt met zijn adviseurs.